Ja, een nieuwe vlog. Een nieuwe week vol van nieuwe avonturen van ons twee. Hé, hey, jullie hebben allebei een zonnebril op. We hebben allebei een zonnebril op. We zijn incognito. Incognito. Veel kijkplezier. Nou mensen, het is heerlijk weer en Frans is druk aan het werk. Wat ben je aan het doen? Even een sasje kapot snijden, een paar balkjes. En dan kunnen we even op de kar. Dan kunnen we dat zo wegbrengen. Oké. Klein beetje rommel opgeruimd, voor de wagen een beetje opgeruimd. Ik zie het. Zo een beetje vegen. En we zijn vandaag begonnen met de opnames voor bij ons op het kamp. Ja. En ze zijn druk bezig, kijk maar. Lukt het een beetje allemaal? Het gaat geweldig, jongen. Echt waar? Ja, zeker. Zitten jullie dan gewoon met twee man in mijn auto, die Frans nog niet heeft schoongemaakt? Ja, dat klopt helemaal. Nou, het is een heerlijke dag. Dus wat doen we dan? We zijn in Blerik, Venlo. Dus we gaan eventjes naar Duitsland. Je weet nooit wat ze daar hebben. Misschien wel iets leuks. Of misschien is het leuks niet, natuurlijk. Maar het is wel warm. En ik heb wel dorst. En ik klaag voor de rest niet. Dan gaan we dan gezellig even met onze ouwe even naar Duitsland. Ze had weer een jurk gezien of een rok of weet ik wat. En morgen is het moederdag. Hebben we helaas geen tijd. Dus gaan we vandaag eventjes... Even naar Duitsland, even kijken voor lekker curryworstie of weet ik wat. Altijd gezellig daar. Eten? Zeker weten, lekker eten. Nou, we zijn in Duitsland aangekomen. Gezellig. Het is warm of niet, Frans? Even een deeltje. Ja, dat is heerlijk. En we gaan even naar de Penny gaan we. Wat had je nou gevonden? Ik heb een schöne Packung Gespenstersuppen. Gespenstersuppen? Gespenstersuppen, ganz herrlich. Normalerweise had men ook heksensoepen hier. Ook nog. Waarom praat je in één keer Duits trouwens? Leg er niet bij. Kijk, het. Lettertjesoep. Lettertjesoep. En kijk eens mensen, wat leuke dingen wat ze allemaal hebben hier. Moet eens kijken joh. Wat leuk allemaal. We zijn even uit de winkel natuurlijk, naar de winkelstraat. En waar moeten we nu heen, Frans? We gaan even naar de tweedehandszaak. Tweedehandswinkel. Even kijken. We gaan naar de treudelmarkt. De treudelmarkt. Ja? Oh ja, allemaal leuke dingen hebben we zien. Daar hing een mooi kleid voor dicht, man. Dat hele kant. Oh ja. Dat geurtje kom je al tegemoet. Je mag het niet zeggen, maar het is echt waar. Gauw naar het winkelcentrum. Nou, zijn we even in een kerkje. Spende verkeerd ontkaarten. Je moest het geld ingooien. Ja, wat kost het dan? Ja, weet ik niet. 2 euro is goed. 2 euro? Ja. Dan doen we even een paar kaarsjes aan het steken. Natuurlijk voor alle moedertjes en opoes met moederdag. En voor alle opoes en moeders die er niet meer zijn met moederdag. Natuurlijk hetzelfde voor alle vaders die er wel of niet meer zijn. Hou je bril wel op dan? Anders zie ik het niet. Dus de bril af en doe ik er nog eentje. En die is natuurlijk voor alle mensen in mijn koffieuurtje die het allemaal nodig hebben. Met deze kaas denk ik aan jullie. Nou, zeg het maar, jongetje. Ja, ik dacht eigenlijk dat die Primerik er was met die miswijn, maar die was niet thuis vandaag. Weer geen buis. Nou ja. Die zal het wat zelf op je buis hebben allemaal. Ik ga eruit. Dat was de kerk. Nou, daar zitten we dan gezellig even op het terrasje hier in Duitsland. En wat hebben we genomen? Spaghetti-ijs. Kijk, ik ook. Zie je dat? Heerlijk toch? Heel lekker. En een lekker bakje koffie erbij. Koffie erbij. Kolentje voor mij erbij. Lekker nou, heerlijk. Bakje. En wat denk je? Alle botjes zijn lekker leeg. Zie je dat? Was lekker, Frans? Het was heerlijk. Altijd lekker zo op een terrasje. Lekker ijsje. Lekker bakje koffie erbij. Wat een normaal mens altijd doet. Ja. En vanavond gaan we naar Doetinchem. Gezellig. Laat mijn handen doen, ja. Ja, misschien moet wel een beetje getild worden vanavond, hè. Gaan we doen met z'n allen, kom maar! Ja, maar één
Nou, het is Hemelvadersdag vandaag, vroeg opgestaan, moesten twee communiedingen doen. En nu gaan we even naar de markt toe in Arnhem, de Hommelse Markt. Gezellig, eventjes een hapje doen, een drankje doen. Vanavond nog een communiefeestje en dan naar ons aller eigen keetje tippel. Hoe hou ik het toch vol, mensen? Dat kan toch niet? Oh. Hoe hou ik het vol? Hoe jij het vol? Ja, hoe hou ik het vol, ja. Op zijn oude dag. Nou, daar is de markt al. Oh, nou, zijn ik de markt, die komen we tegen natuurlijk. Doorkijken. Benny en Marieke, ja hoor, daar staan ze. Met allemaal leuke dingen. En kijk eens wat Frans weer te pakken heeft. Natuurlijk een prachtige rollemanketting van onze eigen rode heks uit Arnhem. Onze eigen Marieke van Rolleman Jubelen. Ja, niet alleen van Marieke, hè? En wel van Benny. Maar lieve mensen, kijk eens hier wat mooi. Dus die zal ik met trots dragen. Nou, Marie, super bedankt. Ik vind wel dat je hem in een aflevering om moet doen. Doe ik ook. En natuurlijk zoeken jullie leuke dingen, allemaal rollenmanuelen, moet je bij Marieke zijn op alle markten in Nederland. Oh, is dit een kaartje? Oké, dat is wel heel typisch, hè? Zigeuner erop. En de achterkant natuurlijk staat alles op. Oh, kan ik het scherp maken? Ja, ik kan het scherp maken. Kijk eens. Nou, dat is leuk. Ja, we zijn op de markt hier even in Arnhem. En we hebben leuke kaarsjes gezien. Kijk. Welke heb ik nou gekocht eigenlijk? Je hebt Black Opium heb je gekocht van de Amazon en de Oranje. En het is echt een sublieme geur is het. En hij heeft denk ik 35 tot 40 branduren. Dus ik zou zeggen, koop met z'n allen bij ons bij Chic & Scent. Oké. Okay. En je had nog een goede tip voor de kaars om hem aan te doen? Zeker. Die moet je eigenlijk 4 uur laten branden, de kaars. Want dan zorg je ervoor dat eigenlijk de kaarsenwas helemaal... Egaal verbrand. En dan als je hem de volgende keer weer aanzet, zorg je ervoor dat hij niet tunnelt. Oké. Okay. Ja. En ik hoorde net dat ze het heel goed deden in de slaapkamer. Nou, ik ben benieuwd. Dus we hebben er 15 gekocht, dus het komt helemaal goed. Nou, loop je op de markt. Wie kom je tegen natuurlijk? Nou, daar staat hij alweer. Hè? Van alles idee. Met de hele familie gezellig. En wie staat er weer bij met een tas vol? Kijk hier. Heb je weer wat te pakken? Ja. Ik wil eigenlijk wel eventjes ook maar aan de binnenkant zien. Mag dat even? Oh, hoe ziet dat er nou uit eigenlijk in de kraam? Nou, ik ga gewoon kijken. Ik stap er gewoon in. Nou, kijk, hij is net aan het bakken. Let op. Wat ga je bakken? Churros. Spaanse lekkernij. Oer-Hollands, Spaanse lekkernij. Oer-Hollands.
Nou, heel vroeg. Nou, je maakt er wel dikke dingen van, meneer, als ik het zeg mag. En heb je nog een babytje vastgehakt, hè? Hem, hè? Ja, hè? Gaat dat niet meer lukken? Nee, dan ga ik een hernia, denk. Ja, kijk mensen. Alle lekkere dingetjes. Ze zijn bijna uitgekocht. Kijk, hier staat ze. Lopen de oliebal een beetje? Ja, ja? Het is warm vandaag, hè? Het is warm vandaag. Oh. Ik moet even vragen als ik één kan proeven natuurlijk, hè? Ik moet wel even vragen als ik één kan proeven. Kan ik er niet even één proeven? Oh, jij wel? Kan ik welke wil jij proberen? Met Evie? Doe maar één met Nog even een vet. Ja, laat het kopen, hè? Ja. Dat mag eigenlijk niet. Maar ja, niks mag, hè? Nou, ik ga het proberen. Lekker eten! Hoe heet jullie zaak eigenlijk? Meurs. Oliebollengraam Meurs. Nou, Meurs, mensen, daar moet je zijn dus. Ja, hier moet je zijn. Ja, een uurtje. Wauw, is vol. Morgen zo vroeg. Hé? Je legt de luim hierheen. Ze zijn wel lekker, moet ik zeggen. Ja, hè? Ik heb ze gebakken. Doe jij ook nog wat in deze kraam eigenlijk? Ja. Wat doe je dan? Met jouw appen de hele dag. Oh ja, dat is waar, ja. Commanderen. Commanderen, doet hij dat? Jazeker. Echt waar? Jazeker. Is een strenge man? Ja. Hoeveel kan ben ik streng? Oh. Dat moet. Ik hou wel een beetje van streng eigenlijk, Frans. Ja. En jij? Ja, zeker. Ik denk dat jij... Dan ik met al die kaas in die slaapkamer. Ja, dat wordt nog wat, denk ik. Maar ik ga eerst even de oliebol opeten. De grootste kaas. Nou mensen, gezellig. Je hebt de markt. En wil je een oliebol, ga even naar Meurs toe. Altijd lekker. Toedeloe. Nou Frans, dat was de markt. Ja, hartstikke gezellig toch? Ja, ik vond het wel leuk. Lekker wat oliebollen, wat worsties. Ja. Een paar leuke dingetjes. Mooie gouden ketting gekregen. Ja, jij weer wel. Prachtige ketting. En je hebt... En natuurlijk, we zijn een straatje verkeerd, denk ik. Nee, hier staat die auto al. Oh. En je hebt lekkere oliebollen gehad, zag oliebollen ik. Oliebollen gekregen van José. Mooie ketting. Ja, jij hebt een lekker kaasje. Ik heb een lekker kaasje. Lekker wat worsties. Worstjes. Nou, willen mensen nog meer, hè? We gaan gewoon lekker in Amsterdam nu. Maar het is wel allemaal droog. Dat is waar. Het is weer droog bij hem. Ik hou mijn hart vast. Nou, het is vandaag... wat is vandaag? Het is vandaag dinsdag. En we zijn vlakbij... Best. Ja, bij voor J&D Radio. En ja. We zijn uitgenodigd bij de zender voor mijn nieuwe single te promoten. Dus ik ben benieuwd hoe het wordt weer. En we zitten live in de studio, dus... What's up, boss? Oh, app al waar we blijven. Nou, kijk maar even mee. Wordt vast gezellig. Ik hoop het. Denk het van niet. We zijn even aan het zoeken waar het is. We lopen hier langs hier. Oh, we zijn er al. 3N, J&D Radio, mensen. Ah, we gaan aanbellen. Spannend. Het oog. Het nummer is gekozen. Een ogenblik geduld, alsjeblieft. Een pratende bel bij J&D Radio. Bij J&D hoor je thuis. Nou, we gaan eens even kijken. Goedenavond. Goedenavond. Nou, daar zijn we. We gaan lekker naar boven. Weer de trap op. Nog fitness vandaag. Het wordt helemaal blauw, zie je dat? Een keer niet Frans. En daar zit hij, kijk. Hoe is het? Ja, goed met jou. Super, welkom. Nou, zometeen zie je hoe het gaat. Spannend. Nou, we zitten gezellig in de studio. Kijk, Johan zit daar helemaal achterin. Johan, doe eens even zwaaien, want de mensen willen je zien natuurlijk. Gezellig. Johan Linzen is de presentator van J&D. En hoe heet het programma eigenlijk? De avond van J&D, is lekker simpel. Avond van J&D. Nou ja, Frans zit er natuurlijk ook bij. Heb je al wat gezegd, Frans? Heb je een interview gehad? Nee, heel weinig. Ik kwam niet ertussen. Hij kwam er weer niet tussen. Kijk, en ik ben op tv. Zie je dat? Met ons geheim, hoe mooi kan het zijn? Nou, dit is een oudje mens hoor. Mijn tweede single. 99. Ja. Dat spat net op. Ja, dat klopt. Jouw stem hoor ik steeds in mijn hoofd, toch voel ik me. Ja, 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 ja. Al alles is veranderd sinds jij bij me bent. Voor mij
mensen, zit erop. Samen met Johan Linssen. En ik vond het een leuk interview. Ja, het was gezellig vanavond. En ik wil Antonio natuurlijk heel veel succes wensen met zijn nieuwe single. Maar dat gaat vast goed komen. We gaan ons best doen. We gaan een hele tour doen voor de nieuwe single dus. En ja, J&D is eigenlijk een beetje de aftrap voor mij dus. En ik sta op de A-rotatie hoor ik net. Dus ik kom heel lekker vaak voorbij. Heel vaak. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dankjewel en tot heel snel weer. Doei. Nou, dit was J&D Radio. Ik zeg het al drie keer verkeerd. Ja, was hartstikke gezellig was vanavond. Was leuk. Ouderwets met Johan weer. En Johan die maakt ook, moet ik ook eerlijk zeggen, ook de hoesten voor ons. Ja. En hij maakt fotokaart en alles. Hij heeft mijn nieuwe fotokaart gemaakt en die ziet er echt helemaal ja, zag er top helemaal, uit. Helemaal super uit. Dus binnenkort ga je die zien. Nou, bij de optredens denk ik wel. We gaan lekker naar huis. Lekker naar de wagen toe. Ik vond hem echt leuk. Dus vooral kijken mensen. Nou, volgende keer over jou een vlog, Ankie. Ja, leuk. Nou, toedeloe. Nou, dan gaan we stokbroodjes slikken. Kiki!